Ik ben Kevin, ben bijna 31 jaar en ik werk bij Berco in Schijndel, bij Berco 3, bij de beddenmontage. En mijn grote passie is creatief bezig zijn, voornamelijk het kleuren en andere creatieve bezigheden. Omdat het echt van die kleine details zijn, dat je echt gewoon heel kleine dingetjes moet in gaan kleuren en dat je echt zonder een specifiek voorbeeld hebt, dat je een eigen inzicht hem kan inkleuren. Ik vind het altijd leuk om ook gewoon nieuwe creatieve dingen te doen. Voor Berco heb ik een kunstwerk gemaakt met spijkers en met draad eromheen gespannen. Ik zag dat ze bij ons de kantine bij Berco 3 gingen verbouwen. En ja, ik dacht bij mezelf van ja, ik hou niet zo van die veranderingen. Dus toen dacht ik, hoe kan ik die verandering nou positief voor mezelf toch gaan invullen? Doordat ik wist van, hé, ik ben thuis met iets heel moois bezig, waardoor het eindresultaat hier nog mooier wordt, had ik er best wel een voldoening mee en kon ik het ook iets makkelijker langs me neerleggen. Ja, ik verbaas mezelf wel een soort. Ik had van tevoren niet verwacht dat ik deze lama bijvoorbeeld in twee stijlen zou doen, want ik zou hem normaal zou ik hem in één van die twee stijlen gaan doen. Ja, ik ben dan echt in een andere wereld. Ik noem mezelf altijd de AW, de andere werkelijkheid noem ik daar. En daar kan dus alles in gebeuren. Dus dat kan zijn dus dat ik helemaal in een trance aan het kleuren ben. Maar dat kan ook zijn dat ik gewoon helemaal fantasiebeelden in mijn hoofd heb die mij dus weer creatieve inzichten geven. Dus het kan echt alle kanten kan dan op in die AW. Het geeft me een rustgevoel, maar ook een tevreden gevoel geeft mijn... ik voel mezelf geen kunstenaar. Ik voel me gewoon Kevin. En Kevin is Kevin.